Laat je niet afleiden. Blijf geloven in je droom. Ook al krijg je kritiek op je bord. En ik heb het ook gehad. Heel heftig, heel veel. Het kan pittig zijn. Blijf geloven in je droom. En je laat je niet uit het veld slaan, want zo ben ik niet opgevoed. Dus eigenlijk moet je een duidelijke doel hebben. Absoluut. En je moet gewoon strijden voor waar je voor staat. Ja. Ik wil allereerst vragen, wil je heel kort voorstellen wie ben je en wat doe je? Ja, ik ben Raja Felgata. Ik ben van huis uit programmamaker, columnist, producent, journalist. Wat ik doe, ik maak programma's voor de Wereldomroep. Met name de focus op de positie van de vrouwen wereldwijd. Ik kom net terug uit Marokko, dat vond ik wel interessant. En ik doe al 3 jaar maak ik de kleurrijke lijst. Oké, en die ben je gewoon zelf begonnen, samen met je man, toch? Ja, de kleurrijke lijst is echt ons kindje. We hebben hem bedacht in 2009 tijdens een uitreiking van de machtigste vrouw van Nederland, van Opzij. En ik stond op het podium als columnist, ik was een column aan het voordragen. En ik keek de zaal in en er zaten ruim 400 machtige vrouwen in de zaal. En ik stond letterlijk tussen Margriet van der Linde, de hoofdredacteur van Opzij, en Agnes Jongerius, toen voorzitter FNV, de machtigste vrouw in Nederland. En ik dacht letterlijk, dit kan echt anders. Dit moet anders, dit is niet mijn Nederland. Ik mis de kleurrijke vrouw, ik ken ze. Dat was dus wat anders kon. Ja, dat was te wit volgens jou. Nou ja, ik hou niet van zwart-wit termen, maar ik vond het niet kleurrijk genoeg. Ik vond het niet realistisch genoeg. En ik wilde daarin echt mijn eigen versie maken van mijn Nederland. Dus het was een beetje een ideeel collectief. Een soort, ja, een beetje tegen de stroom inzwemmend een lijst gaan maken als antwoord op die grote lijst van Opzij. Want ik bagatelliseer hem niet, hij is nog steeds nodig. Dus dat terzijde. Maar ik vond het ook noodzakelijk om daarin mijn eigen stempel te drukken op hoe ik Nederland zag. Nou, en toen ben ik samen met inderdaad mijn partner Glido Aziz zijn wij aan de slag gegaan met het zoeken naar die kleurrijke vrouwen. En dat resulteerde in 2010 in de eerste kleurrijke vrouwenlijst. Die heb ik ook weer overhandigd aan Margriet van der Linde van Opzij. Op dezelfde plek trouwens, was Parkhuis en Zwijger. En de reacties waren zo overweldigend positief. Wat voor vrouwen staan er bijvoorbeeld in? Wat moet een vrouw gepresteerd hebben om in de kleurrijke lijst te staan? Ja, je hoeft niet zozeer iets gepresteerd te hebben. Ja. Wij maken nu trouwens ook een mannenlijst. Hè, dus het is een mix geworden van mannen en vrouwen. Omdat we een soort beerput opentrokken van inspirerende kleurrijke persoonlijkheden. En kleur is niet heel zwart-wit, wat ik al net zei. Ik hou niet zo van zwart-wit, maar kleur in de breedste zin van het woord. Kijken wij naar iemand, nou ja, inderdaad met een focus op een culturele achtergrond. Hè, want dat... Ik heb ook gezien dat bijvoorbeeld ook Nederlandse vrouwen erin staan. Precies. Wij helpen de natuur een beetje door te kijken naar jouw achtergrond. Maar we kijken ook gewoon naar iemand met blond haar en blauwe ogen. Zoals een Alsmarkus die ambassadeur is. Wat is er aan een Nederlander kleurrijk in Nederland? Er zijn een heleboel mensen die kleurrijk zijn. Want het beeld is dat jij en ik in Nederland de kleurrijke persoon zijn. Ja, maar dat is het verschil van perceptie. En ik zou het leuk vinden om die mindbug bij mensen te implementeren. Ja. Om anders te kijken naar de samenleving. Onze filosofie is... eigenlijk dat wij uitdagen hoe jij kijkt naar de samenleving. Hè? Die focus die wij hebben op je culturele identiteit is wel onze focus. Hè? Wij kijken wel naar iemands achtergrond en wat iemand als persoonlijkheid heeft gepresteerd. Ben jij een voorbeeldfunctie? Ben jij een rolmodel? Want die hebben wij wel nodig in Nederland. Ik vind dat je rolmodellen moet kunnen laten zien. En aangezien wij in Nederland geen lijstjes houden, we zijn een lijstjesland, heb ik ze gebundeld. Denk je dat dat echt belangrijk is voor de allochtone jongeren bijvoorbeeld? Om ik weet niet of dat voor allochtone jongeren belangrijk is. Ik denk dat het sowieso belangrijk is voor generaties om te zien hoe Nederland eruit ziet. Dat je elkaar kunt inspireren. Dat je op een positieve manier kijkt naar generaties, naar voorbeeldfuncties. Ik denk dat het nodig is, niet alleen voor jongeren, maar gewoon voor het bedrijfsleven, voor de media. Ik kom uit Hilversum, ik heb ruim 5 jaar in Hilversum werk ik al, zowel voor als achter de schermen. Ik weet hoe redacties naar deskundigen zoeken of naar sprekers zoeken. Het is best eendimensionaal. Dus wat wij proberen te doen is echt... Of is jouw voorbeeld? Maar ik wil eerst even de zin afmaken dat ik... Okay. Wat ik probeer te doen met de lijst is dat je de redacties inspireert om anders te kijken naar Nederland. Dat letterlijk redacties kunnen kijken, nou wacht, misschien kunnen wij deze dame een keer gaan uitnodigen voor dat onderwerp. Dus het mes snijdt aan twee kanten. We inspireren wellicht verschillende generaties, maar we inspireren ook media en daarmee beeldvorming en daarmee misschien de mindbug. Nou ja, hoe je naar de Nederlandse samenleving kijkt, want hij is heel rijk. Kijk, als ik naar Paul Witteman bijvoorbeeld kijk, en dat is mijn eigen perceptie, is dat ik zie dat bijvoorbeeld als er over moslim gesproken wordt of zo, dan wordt er een blanke moslim-expert uitgenodigd. Ja. In de meeste gevallen dat ze echt inhoudelijk willen praten over iets. Denk je dat dit dan de oplossing gaat bieden en dat ze daar ook gebruik van gaan maken? Kijk, de oplossing, ik vind het altijd een beetje een lastig woord. Oplossing is het niet. Wat jij doet met jouw beweging, hè, jouw movement, is ook niet de oplossing. Nee. Snap je? Dus de oplossing biedt zelfs de politiek niet, laten we eerlijk wezen. Ja. Dus ik vind dat een heel absoluut woord. Je probeert door positief te blijven met een positieve beweging. Maar denk je dat bij Paul Witteman bijvoorbeeld invloed heeft? Nou, verandering gaat niet over één nacht ijs. Ja. Weet je, revoluties ontstaan ook niet zomaar van de een op de andere dag. Ik weet niet of ik het wil vergelijken met een revolutie, maar het is een beweging en een beweging moet groeien. Ik ben geïnspireerd door een van de eerste Marokkaanse journalisten in Nederland, Najib Toznik. Hij is een paar jaar geleden overleden. Hij was de eerste Marokkaan vanuit de eerste generatie die een programma presenteerde vanuit Nederland. Paspoort heette het. En ik ben toen een keer meegegaan met mijn moeder, want zij werd geïnterviewd door hem. En ik was een jaar of, ik denk 9 of 10 of 11, ik weet het niet zeker. Maar ik liep daar rond in die studio's en ik moest op haar wachten terwijl zij werd geïnterviewd. Maar ik was zo geboeid door hem en door die hele omgeving, dat ik toen bij mezelf dacht, ik wil dit ook. Maakt niet uit hoe, maar ik wil journalist worden. Toen ik wat ouder werd en wat bewuster en echt iets wilde doen met media en journalistiek, wilde ik eigenlijk op, journalistiek gaan studeren. Ondanks dat mensen het een rare keuze vonden van journalistiek. Waarom ga je geen rechten doen of maatschappelijk werk of wat dan ook. Wat vonden je ouders of je familie ervan? Zij steunen mij absoluut. We zijn altijd gestimuleerd om zeker te gaan studeren en keihard te gaan werken. Okay. Dus dat hebben we ook echt gedaan, de AT5 achter de receptie. Want ik wilde heel graag AT5 nieuws gaan presenteren, maar dat was geen... Dat is volgens mij wel gelukt, toch? Ja, maar er was geen... Ja, hoe ga je een screentest doen bij AT5? Er was geen vacature, er is geen oproep. Maar ik zag wel op de website een vacature voor receptionist. Dus dat heb ik gedaan. Dus terwijl ik eigenlijk afstudeerde, nam ik gewoon de telefoon op, totdat er dan op een gegeven moment een hoofdredacteur kwam die zei van, goh, zou jij screentest willen doen voor het nieuws? Nou ja, en dat heb ik gedaan en daar ben ik doorheen gekomen. Dus daardoor werd ik die eerste Marokkaanse nieuwslezeres in Amsterdam. En later bij de KRO, dat was in 2007, voor Goedemorgen Nederland. Laatste vraag? Of eigenlijk... moet je nooit zeggen, hè, laatste vraag, want het is nooit je laatste vraag. Jawel, ik ga er wel vanuit. Het is mijn laatste vraag. De tijd is ook een beetje op. Maar voor de jongeren die zitten kijken, van misschien dezelfde achtergrond. Wat voor advies zou je voor bij jij? Mijn advies voor jongeren en de opkomende generatie is, laat je niet afleiden. Blijf geloven in je droom. Ook al krijg je kritiek op je bord. Ik heb hem ook gehad. Heel heftig, heel veel. Het kan pittig zijn. Incasseer en ga door. Neem geen slachtofferrol aan. Daar is niemand bij gebaat. En zeker jij niet. En blijf geloven in wat je kunt. En bewijs mensen het tegendeel. Er is mij verteld dat ik nooit een nieuwslezeres zou kunnen worden. En dat ik nooit journalist zou kunnen worden. Dat ik niet kon schrijven. En dat ik al helemaal niet aan de kleurrijke lijst moest beginnen. Er zijn wat dingen op Twitter en social media gezegd en heftig over mij geschreven. Maar het heeft mij nooit weerhouden om te blijven doen wat ik doe. Omdat ik er gewoon simpelweg in geloof. Oké, nu echt de laatste vraag. Told you! Ik weet van jou bijvoorbeeld dat je heel veel tegenslagen hebt gehad. Ja. Vanuit de media van alle hoeken heb jij heel veel tegenslagen meegemaakt. En je hebt ze overwonnen. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Door gewoon heel positief te blijven. Want gemiddelde mensen zou afhaken. Echt, ja. Maar hoe lukt het jou om steeds weer verder te gaan? Ik heb een goed team om me heen. Ik heb familie, ik heb mijn partner, mijn man. Mensen om je heen. Positieve mensen hebben. Ik ben zelf heel positief. Ik ben kritisch, maar ik ben niet zuur. Je hebt namelijk ook cynisme en dat werkt sowieso niet. Op het moment toen ik ging studeren kwam ik terecht in een best een blanke omgeving. Ik was een van de weinige Marokkaanse studenten in de jaren 90. Ik begon in 95 met studeren. Je leert om te incasseren. Je leert om te vechten tegen de stroom in. Snap je? En op het moment dat jij bepaalde obstakels overwint, ook toen ik bij AT5 aan de slag ging, was ook geen roze geur en maneschijn. Goedemorgen Nederland was bijna elke dag om 4 uur 's ochtends opstaan. Schrijf je een column, word je gebest. Maar waarom ga je door? Omdat je is je passie, je vindt het belangrijk genoeg om ervoor te vechten. En je laat je niet uit het veld slaan, want zo ben ik niet opgevoed. Dus eigenlijk moet je een duidelijk doel hebben. Absoluut, en je moet gewoon strijden voor waar je voor staat. Ja. Okay. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze interview. Dankjewel. Ik wil je bedanken voor je tijd. Graag gedaan. En wel tijd. Dank je. Oké, mooi. Dankjewel.